Woensdagavond trainde Vitesse in het Litex-stadion. De avond startte met een persconferentie met vooral veel vragen van Bulgaarse media. I think we are really good prepared for the game for tomorrow. Rond 7 uur begon de selectie aan de training in het speelstadion van donderdag. Ja, dat ligt er wel redelijk bij, ja. Ja, ik denk niet dat ze gaan sproeien. Dat zou namelijk in ons voordeel zijn. Dus het is wel wat stroef. Maar voor de rest wel oké. Ja, een little bit is hard pitch now. Ja, yeah, it's oké okay for the game. De meeste Vitesse supporters wachten al 10 jaar op een Europese wedstrijd. Eindelijk is het zover. Yeah, I know. As we, everyone, all the Arnhem wait this game, and we are ready, really, really ready for this game. For after 10 years to play in Europe, so we have to do everything for the game, and we all the players know what this means now for Europe games for Arnhem people. So we have to do best. Dat is een lange tijd, ja. Kijk, Vitesse is een club geweest dat zeg maar de laatste jaren niet echt een grote succes heeft gekend en. Veel problemen. Nou goed, en dit moet maar een stap zijn naar het nieuwe Vitesse. De Bulgaarse media zien Vitesse als favoriet. Hoe denkt de trainer daarover? Ik denk dat bijna. Ja, in Europa zie je heel veel clubs, zeker van het niveau waar zij spelen, dat die heel snel zeggen dat Nederlandse clubs je favoriet zijn. Dat doen ze meestal ook wel omdat ze vanuit een underdog willen fungeren. Ja, kijk, ik vind ons zeker niet minder. En zij hebben misschien één voordeel. Dat zij. Kijk, zij zijn al wat langer in competitie. En de bedoeling mee, ze hebben al. Toch al een Supercup gespeeld in een officiële wedstrijd. En zij hebben een aantal grotere wedstrijden gespeeld. En wij hebben alleen maar van die kleine wedstrijden gehad. Of course, we are favorite. We play our first game outside. So. We have advantage. So. Everything. If we score the goal today, tomorrow, or two goals, then we play good defense. So we guarantee winner from this duel. But yeah, we play Gelderland on the second game and we are favorite for sure because we are really strong home games. Gurum Kasia heeft net als enkele andere spelers al ervaring in de Europa League. For my last team, I played the qualification games, meaning 10 or 15. But the guys from the teams, they have also from Bonnie and Nicky Hoffs and Jonathan Rice. So we have enough experience for this kind of games, you know, for qualification games only. I didn't play the group games, but for the qualification we have enough experience. Belangrijk in een Europese uitwedstrijd is scoren. Dat vindt ook trainer Rutte. Ik denk dat we met dit team wat we nu hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat we allemaal. De concentratie kunnen pakken en dan kunnen wij een goed resultaat halen hier. En je moet Europees denken, dat betekent je moet uitscoren. Heb jij de 11 namen al in je hoofd? Ja, die had ik al min of meer in mijn hoofd voor na de eerste week van trainingsarbeid. Omdat we nou maar 2,5 weken trainingsarbeid hebben, ja, dan boetseer je wel richting van, of voor een groot gedeelte ook van wat vorig jaar was. In de voorbereiding was Gurum Kasia nog licht geblesseerd. Nu is hij klaar om donderdag te starten. Yeah, I'm fit enough for this game. Really, I have a little bit pain, but it's okay. We have good, really, really good medicine stuff. So I'm happy with it, and everything is okay with me.